je kan 100 goede kritieken lezen en dan komt er eentje langs die dan iets zegt wat negatief is. En dat kan je dan toch raken. Ja, toen ik me wat verdiepte in zijn achtergrond en waar hij zelf over schildert, had ik zoiets van, maar dat is een mooie invalshoek om zijn vertelling te doen. Pop art, hij is pop art. Toen hebben we dat van tafel gegooid en toen zei ik tegen Koert, wat nou als er een man uit de lucht komt vallen? Zolang als ik me kan herinneren, was ik gek van film. Alleen ik groeide op in Brabant. In een dorpje waar niemand ook maar enigszins iets deed wat ook maar in de buurt kwam van überhaupt iets met een camera. Fotograaf, dat was denk ik het meest spannende wat er was qua dat. Het was er op een gegeven moment een opleiding, dat was een opleiding voor... Ik deed toen MDGO, dat is een middelbaar dienstverlenend gezondheid, een soort agogisch werk. En daar was een vak, dat was audiovisuele vorming. En daar, ja, toen dat is voor het eerst dat ik een beetje aan de maakkant kon ruiken, zeg maar. En ik weet nog goed dat toen die leraar, ik ben zijn naam helaas vergeten, maar die stimuleerde mij daar wel in. En hadden we het bijvoorbeeld over de filmacademie. Toen zeiden ja, god, dat zou ik zelf ook wel willen. Er gaan zoveel mensen die zich daar aanmelden. En die kans is gewoon nul. Dus daar heb ik niet eens geprobeerd. Toen was die opleiding in Sittard. En toen ben ik daar naartoe gegaan. En daar ontmoette ik een aantal jongens die zo gek waren voor film. Dat ik het daar pas echt... begreep dat ik dat moest doen. En tot die tijd had het nog, weet je, verschillende kanten op kunnen gaan. Toen ik daar eenmaal mee bezig was het wel eens heel snel duidelijk dat regisseren dat wel gewoon echt wel mijn ding was. Ik heb nog steeds het moment dat je reclames krijgt en je zit naar reclames die flat gedraaid zijn te kijken en de doek gaat open om naar Cinemascoop te gaan, dan krijg ik nog steeds een warm gevoel. Als je van verhalen houdt, dan is dit de meest emotionele manier van verhalen vertellen. Meer dan literatuur of dan toneel zelfs, vind ik. I'm Tom. I'm an artist. I've always been one. I always enjoyed acting and writing and music and painting. I didn't think that I loved them more than everyone else at school, but it turns out I did. En ik had een heel leuk contact met hem tijdens het opnemen van 3 minuten lang hem filmen voor mijn lens. En ik had zoiets van, eigenlijk is hij wel heel erg boeiend filmmateriaal. Want hoe gaat hij om met, na 30 jaar nadat hij die films van Back to the Future heeft gemaakt, en nog altijd wordt gezien als die bullebak, als die schurk. Hoe gaat hij daarmee om? Wat doet hij? I think you should back up. Oh, these are like Roy Lichtenstein-like paintings of myself. Like this. Ja, toen ik me wat verdiepte in zijn achtergrond en waar hij zelf over schildert, had ik zoiets van, maar dat is een mooie invalshoek om zijn vertelling te doen. Pop art, hij is pop art. Nou, het idee voor deze film is tot stand gekomen nadat ik en Koert samen op een avond bij mij thuis op de bank zaten. We waren aan het brainstormen over een totaal ander plan voor een korte film. Dat werd veel te ingewikkeld en te lastig en toen raakten we gefrustreerd. Toen hebben we dat van tafel gegooid en toen zei ik tegen Koert, wat nou als er een man uit de lucht komt vallen? Hallo. My name is Ineke. What's your name? Your name? But come back, I'm going. Do you want some tea?
Ja, die vraag van ja, hoe is het om te werken met twee regisseurs, dat stelde ik eigenlijk ook meteen toen ik Kurt en Jan ontmoette. Van, hoe zien jullie dat voor je? Wat is de verhouding tussen jullie twee? En nou, ze zeiden meteen van ja, dit is gelijk. Toen dacht ik, nou, ik moet eerst zien dan geloven. Maar het was ook echt, het werkt zo goed met die twee samen. Het is als de ene aan het twijfelen is, dan kan de ander snel een knoop doorhakken. En ze vullen elkaar heel snel, heel goed aan. En daardoor gaat het werk eigenlijk sneller dan misschien zelfs met één regisseur. Ik vond het heel fijn om met ze als duo te werken. Het ging heel goed. Ik ben wel altijd bezig met hoe werkt het. Ik ben wel heel erg geïnteresseerd in de mechanica van het medium. Dat is wat minder geworden, denk ik, omdat ik nu wel een soort van idee heb van wat ik mooi vind en wat ik vind hoe bepaalde dingen verteld moeten worden. De zoektocht zit ook wel heel erg in het scenario en hoe, ja, weet je, wat een goede film maakt, weet je wel? Dat is niet zozeer meer hoe je het dan vertelt, want ik denk dat ik daar wel redelijk vastomlijnde idee, dat is allemaal continu in beweging, maar ik denk wel dat ik daar ideeën over heb nu, ja. Dat heeft iedereen die een film gemaakt heeft volgens mij voor mij al verteld, is dat Je kan 100 goede kritieken lezen en dan komt er eentje langs die dan iets zegt wat negatief is. En dat kan je dan toch raken. Ik geloof dat ik me minder aantrek van kritieken dan in het toen ik net bezig was, denk ik. Ik lees ze ook minder. Dus ik lees ze wel, laat ik zo zeggen, ik lees eigenlijk, over het algemeen lees ik het allemaal wel als het voor mijn ogen komt. Alleen ik lees het heel slordig. Ik merk dat ik er gewoon niet zo enorm kijk. Meestal lees ik het begin en het einde. Of het goed of slecht is, weet je wel. Ik probeer me er niet door te laten leiden. Maar weet je, zeker als je film net af is, dan zijn die eerste dingen, dat ook een soort van barometer kan zijn van hoe die überhaupt later hoe die ontvangen wordt. Dus dan staat je hart wat meer open. Dat kan vervelend zijn. Dat kan pijn doen. Maar ja, dat hoort er een beetje bij.